Op begraafplaats Persijnhof in Wassenaar was donderdagmorgen de jaarlijkse Holocaustherdenking. Burgemeester Lene ter Lange benadrukte het belang om te blijven herdenken. Er is een onderzoek verschenen over hoe onze jeugd kennis draagt over de oorlog. Ik weet ook dat er meteen wat discussie is ontstaan over de methodologie die erachter is gebruikt. Maar volgens mij doet dat niets af aan de kern dat er toch wel een zorgwekkend signaal is. En dat krijgen we ook echt wel te horen van mensen die lessen verzorgen in het onderwijs. Dat de kennis bij de jeugd over de verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog aan het afnemen is. En dat is een belangrijk signaal. Esther Carspiro vertelde het verhaal van haar vader, die op transport naar Westerbork uit de trein sprong. Mijn vader keek om zich heen. En die dacht, jongens, dit is echt fout. Ik moet hier weg. Ik weet nog niet hoe, maar als ik de kans krijg, dan ga ik ontsnappen. En nadat ik verkend had in de wagen waar wij in het midden van de trein zaten, dat er geen één Duitser zat. De Duitsers patrouilleerden dus wel langs de trein, zolang die stilstond. Maar hij stapte dus in de voorste en achterste wagen. En op dat moment heb ik aan het leertje getrokken waarmee het raam naar beneden kon. Wilde er met een hurksprong uitspringen, maar werd teruggetrokken door een oude heer die bij dat raampje zat tegenover mijn vader. Die heb ik waarschijnlijk knock-out geslagen. En mijn vader heeft hem ook nog aangepakt. En ik ben opnieuw met een hurksprong door het raampje gesprongen. Ben goed op mijn pootjes terechtgekomen dankzij mijn sport, denk ik. En onmiddellijk achter het haltehuisje, waar ik vlakbij was, van Attemerbroek, ben verscholen. Er is geen ander uit de trein gekomen. De Duitsers hebben ook niks gemerkt. En de trein is weggereden. Tamar A. Soetendorp las gedichten voor uit haar bundel Alles. Ballast. In een rugzak zitten meestal dingen die je nodig hebt. Of overbodig zijn. Maar die je wel bij je wilt hebben. In deze rugzak zit verdriet, nare herinneringen, angst en werkelijkheid. Je neemt de rugzak steeds mee. En het lukt niet deze rugzak te legen. Wat je ook probeert, de rugzak blijft vol en zwaar. Hoe blij je ook bent met het leven, hoeveel zon je ziet om je heen, steeds pak je de rugzak en zult hem weer mee. Na de Kaddish, een Joods gebed, legde het gemeentebestuur van Wassenaar een krans. Yitkadal v'yitkada shemei rabba, be'alma divrach yirote, v'yamlich malchute, b'chayechon uv'yomechon, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלה.